Goedemorgen, middag, avond of nacht en welkom bij Historiest, een serie waarin ik jullie meeneem naar bepaalde plekjes in België waar heel veel geschiedenis is, maar waar je het soms niet altijd aan de oppervlakte ziet. Vandaag ga ik naar Pelsdelen, mijn geboortedorp. Korte recap. Pelsdelen wordt aanzien als een van de oudste nederzettingen in het Waasland, omdat er overblijfselen zijn teruggevonden uit de late ijzertijd en de Gallo-Romeinse tijd. Het woord Pelsdelen wordt voor het eerst gebruikt in de 9e eeuw. Hier hebben ook Franken gezeten, dus hier is een Frankische nederzetting geweest, ergens in de heide hier in de buurt. Dus hier heeft al heel veel verschillend volk gezeten en al heel veel verschillende nederzettingen hebben hier een plaats gevonden. Waar ga ik het vandaag over hebben? Ik ga het hebben over de Romeinse overblijfselen die hier gevonden zijn, de muntschat die daar in de buurt is gevonden en de laatste heksverbranding. Hier stond een boom en onder die boom zijn er 1527 zilveren Romeinse munten gevonden. Nu, waarom verstopt men zo'n gigantische schat? Wel, de schat dateert van 268 na Christus en toen ging het niet zo goed met het Romeinse Rijk. Dus de waarde van zilver was heel hard gedaald en men heeft dat waarschijnlijk verstopt zodat men dat later terug kon opgraven wanneer de waarde van zilver weer gestegen was. De muntschat kan je nog steeds bewonderen in het Stedelijk Museum in Sint-Niklaas en een replica van de muntschat vind je in de lokale bibliotheek in Pelsdelen. 150 meter van waar die muntschat lag, heeft men de overblijfselen gevonden van een oude Romeinse villa. Nu, we weten niet of de muntschat effectief toebehoorde aan de mensen die daar hebben geleefd, maar het zou natuurlijk wel kunnen. Hè. Het is heel veel zilver en niet iedereen woonde natuurlijk in zo'n groot huis. Op 23 oktober 1684 wordt Martha van Wetteren op dit plein verbrand. De laatste heksverbranding in Vlaanderen. Nu, wat waren de beschuldigingen eigenlijk tegen haar persoon? Wel, in de eerste plaats werd ze beschuldigd door een boer die zei: je moet je hond doodmaken, snijd die in stukken, leg die op je veld en dan gaat je veld vruchtbaarder worden. Zo was er ook een vrouw die beweerde dat Martha van Wetteren haar had gezegd om met een man te trouwen die heel veel geld had, maar die toch binnen de 6 weken zou sterven, zodat die vrouw het geld allemaal zou krijgen nadien. Wat ook effectief blijkbaar gebeurde. Martha van Wetteren was ze schuldig, wel, ze heeft gezegd van wel, maar na 2 keer gefolterd te worden. En als je 2 keer gefolterd wordt, denk ik dat je eigenlijk gewoon alles toegeeft wat maar aan u gevraagd wordt. Ze heeft nog geprobeerd om eronder te muizen. Ze was zwanger, dus ze heeft een paar maanden uitstel gekregen. Ze heeft vergif proberen innemen om niet levend verbrand te worden, maar het heeft allemaal niet mogen baten. Ze werd levend verbrand. Voilà, dat was het voor de tweede historisch video. Ik hoop dat je het opnieuw een beetje boeiend vond. Vandaag wordt er niet zoveel gewerkt aan mijn conditie, want het is nog maar 3 kilometer tot mijn thuis. Maar goed, ik zie jullie volgende week. Bye bye!